De hele NSA-affaire met de onthullingen van Snowden hebben een heleboel mensen, niet alleen in Nederland, wakker geschud. En wel doortrokken van het belang van, ja, wat gaat hier om ons heen gebeuren. Maar het heeft ook een verlammend effect. Zo van, ja, het gebeurt toch, ondanks alle spelregels die we hebben. Amerika is supermachtig. De politici houden zich heel erg gedijst. En wat je dan heel erg sterk ziet is, we hebben allemaal strikte regels. Op het Nationaal Congres komt ook weer de nieuwe privacyverordening van Europa aan de orde. En dat is allemaal heel mooi en aardig. Maar als er intussen powerplay wordt gespeeld door geheime diensten, ja, dan krijgt iedereen iets van, heeft het allemaal wel nut? En dat is een verlammend effect. Nou, we zullen heel sterk rekening moeten houden met de enorme effecten van digitalisering. Die maken het mogelijk om heel veel, over heel veel mensen gelijktijdig vast te leggen, te analyseren, te profileren. De techniek overheerst, als je niet oppast, heel sterk de wet. En de digitalisering zal in de komende periode, wat dat betreft, op gespannen voet komen te staan met juridische mogelijkheden. Deelnemende organisaties, en daar reken ik zowel bedrijven als de overheden mee, moeten er sterk rekening mee houden dat er één ontzettend belangrijk aspect is, dat is vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen van de burger of van de consument wegzakt en een afluisteraffaire van de NSA of de drones of een actuele discussie over de bonuskaart van Albert Heijn maakt dat burgers gaan twijfelen en consumenten gaan twijfelen of ze wel vertrouwen kunnen stellen in bedrijven, in de overheden. Nou, en dan ben je echt weg. Dan vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard en dat zal dan ook echt, dat uithollend effect zal het hebben. Ik denk met name de professionals daar naartoe moeten komen die in bedrijven en bij de overheid daar dagelijks mee te maken hebben. Er zijn ongekende mogelijkheden om ook de burger meer service te bieden. Er zijn ongekende mogelijkheden om meer op handhavingsgebied op te treden. Maar er moeten echt strakke spelregels bij en acht worden genomen. Nou, de privacyverordening van Europa komt aan de orde. Een aantal praktische voorbeelden. Dus in die zin, ja, vind ik het echt een aanrader.